Voilà, we gaan eraan beginnen. Met bij ons Lennart, en die zal zijn verhaal doen over de wedstrijd om te beginnen. Hè. Dat doe ik met graagte. Alsjeblieft. Nee, ik denk dat vanavond tegen Liersen een zeer volwassen match gespeeld in de eerste plaats. Het was zo dat we nog maar één keer gewonnen hadden in 2021. Dat was thuis tegen Club Next. Dus het werd wel een keer tijd dat er nog een keer een 3 punten uit de bus kwam. En ik denk dat we vanavond zeer goed starten, maar dat we net de laatste pas, het openingskwartier dan vooral, ik kwam niet aan en we vonden elkaar niet al te goed, maar we voelden wel, de schwung zat erin en ja, iedereen amuseerde nog een beetje op het veld. En dan als de eerste goal valt, ja, dan zie je al bij Lies sommige spelers, allee, ik ben al tegen u te ballen van. Ja, het is weer zover en allee, ja, je ziet dat die jongens het last hebben als ze op achterstand komen. Ik denk dat thuis nog anders is, ja, op het Lisp gaan spelen, dat nog altijd iets doet met die gasten. Maar kijk, ja, de keer dat je op voorsprong komt, denk ik dat we dat zeer volwassen hebben uitgespeeld met een topmatch van Juskunde, denk ik. Zelf tevreden over je wedstrijd? Ja, ik ben wel tevreden. Ik heb geen overdreven goede wedstrijd gespeeld. Ik denk dat ik mijn job heb gedaan, dat ik op de juiste plaats stond wanneer nodig. Ik zei het, misschien juist een beetje geluk gedaan, brak vanavond. Maar als spits weten dat je soms je een paar weken droog staat. En dan is zo zo snel mogelijk terug dat goaltje vinden en dan zijn we weer vertrokken. Maar kijk, als je vanavond met 3-0 wint, dan heb je misschien wel een voet en een goal. Ja, een assist. Denk ik dat je tevreden mag zijn. Oké. Okay. Dit is een glansrol voor Jus. Absoluut. Hans? Zit dat in het hoofd dat je zo'n paar weken al niet scoren was? Wow. Ik moet zeggen, binnen het seizoen heb ik zo'n keer, denk 3 weken niet gescoord, dan wel. Mm-hmm. Maar nu relativeer ik dat al meer en moet ik zeggen dat ik er kalmer in ben geworden. Vroeger was ik er echt vreemd mee bezig. Zeker ja, het is dit seizoen, mijn eerste seizoen in 1B. Ik had voor mijn eigen een bepaald doel gesteld. Van, dat wil ik halen. Dat was in eerste instantie 10 doelpunten. En nu is dat 12 doelpunten, dan 15 doelpunten en zo verder en zo verder. Maar ik denk met een assist dat ik even tevreden mag zijn. En als ik daarmee de ploeg kan helpen, zoveel te beter. Ik denk dat ook al een stuk of 5 hebt, assists, 4 of 5 eigenlijk. Ja, ik denk dat het mijn 4e was. Ja. Ja. En die trainerswissel van vorige week, wat doet dat met de groep? Ja, ik denk allez, het is moeilijk om erover te babbelen, omdat ineens Cedric kennen we allemaal die overneemt, Wim kennen we nog niet. Dus ik kan er eigenlijk nog niet over oordelen, ik zou het zo zeggen. Ik heb Wim persoonlijk nog niet gesproken of nog niet. Allee, ontmoet wel, we hebben al een goede dag gezegd, maar voor de rest zullen we volgend seizoen wel zien. En ik denk dat de rest van de staf, met Cedric, McKenny, Stijn en Stef Vergoten, dat op hun manier goed doen. Is dat niet raar dat je nu al 14 dagen een nieuwe trainer hebt, dat is enkel een goede dag gezegd hebt? Ja, zijn rol is een beetje naar de wedstrijden kijken, naar de trainingen komen kijken en dan zijn analyse maken. Dus ik denk wel, hij heeft al met sommige spelers gesproken daarmee van. Dus ik denk dat hij één voor één iedereen er een keer uit zal pikken om er een gesprek mee te hebben. Maar ja. Voor de rest weet ik ook niet veel. Zullen we wel zien. Oké, bedankt. Super. Ja, Michiel, ik weet niet of jij een andere kijk hebt op de wedstrijd. Nee, ik denk dat ik ongeveer hetzelfde zal zeggen als Lenny. Mm-hmm. In de eerste helft was goed en al heel veel kansen. En de tweede helft hebben jullie zelf ook wel gezien dat het wel moeilijker was. Dat is denk ik een beetje wel die overwinning op. En zoals Lenny zegt, dat we het volwassen hebben aangepakt. Voor mij was het in mijn hoofd van ik wilde nul houden. En we stonden voor, dus dat was zo simpel is het. Maar ja, dan komt er het
risico wel een beetje in, dat je soms een beetje te veel defensief denkt. Dus ja, ik ben gewoon blij dat we 3-0 zijn gewonnen. Ja. Ja, niet alleen blij dat je 3-0 wint, waarschijnlijk ook blij dat je voor de tweede keer terug in de ploeg staat. Ja, voor mij was het inderdaad niet zo'n gemakkelijke periode. Maar ja, ik heb altijd mijn best blijven doen en ik ben al heel tevreden dat ik mag spelen en zo. Dus ik zal ook altijd 100% geven. Dus ja. Was het mentaal zwaar? Absoluut, ja. Dat is voor iedereen dat naast de ploeg valt of dat niet speelt. Zelf op de bank zitten, dat is ook niet leuk. Mm-hmm. Dus ja, ik wil altijd spelen natuurlijk. Oké. Natuurlijk is dat niet leuk. Speel je nu ook voor, want je bent einde contract, dacht ik. Speel je nu ook om nieuw contract? Absoluut, hè. Ik wil verder ook. Ik wil, denk ook aan mijn toekomst en zo. Dus ik geef gewoon altijd 100%. Om, natuurlijk wil ik een nieuw contract. Dus ja, ik ben er alles voor aan het doen. Uh-huh. Dus ja. Oké. Okay. Hans? Hoe belangrijk is het om die nul een keer te houden? Want dat was Club Next dat serieus gehandicapt was hier buiten beschouwing gelaten. Dat is de eerste keer na een jaar zeker, denk ik. Ja, dat klopt. Ik denk het wel, ja. Hoe belangrijk is dat nu? Wat een verdediging ook, de twee weken? Als verdediging is dat heel belangrijk, vind ik. Maar als ploeg ook, hè. Als je de nul houdt, dan pak je al zeker een punt. Dus ja, en als we dan nog scoren, dan wint jij, als het simpel is. Dus natuurlijk is dat heel belangrijk, ook voor het vertrouwen van de verdediging en van spelers op het veld. Van, ja, we gaan hier de nul houden, we kunnen dat. En als je elke keer een doelpuntje tegen hebt, dan zit die schrik er denk ik wel in. Dus ja. Was het ook een item tijdens de rust om gasten te houdt die nul? Natuurlijk, onderling zeggen we, kom maar die nul houden en zo. En nou, we hebben het echt geprobeerd, we hebben er ook alles voor gedaan. Dus ik ben heel blij dat het eigenlijk gelukt is. Dus ja, elke keer opnieuw, elke week gaan we proberen de nul te houden. Vorige week was je niet echt tevreden over je prestatie. Vermoed dat je nu met een beter gevoel? Ja, elke week een beetje meer heb ik in mijn hoofd gezet. Vorige week vond ik persoonlijk het niet zo goed. Deze week zo half en half eigenlijk. Dus ja, het is voor mij ook een heel lange periode geweest. Dat ik weekenden hier ook aan het kijken was. Dat ik dan ook die wedstrijdintensiteit een beetje mis. Op training is dat natuurlijk niet hetzelfde. We hebben ook niet heel veel oefenwedstrijden gespeeld. Dus ja, dat zit ook een beetje in het koppenken eigenlijk. Dus dat is misschien... dat ik nu een beetje op moet verder bouwen en zo voor de komende week, als ik nog mag blijven spelen natuurlijk. Dus ja, ik ben al een beetje meer tevreden dan vorige week. En een assist. Ja, voor de statistieken is dat goed. Hè. Ja, wat dacht je toen je trapte? Wat dacht je bij die fase? Ik heb gewoon een bal. Ik wist dat ik veel voorstem moest trappen vandaag eigenlijk. Dus als ik hem zag vertrekken, dacht ik Lenny. Lenny laat hem lopen aan Joost, maar Joost, ja, ik ga eerlijk zijn, dat is richting Lenny natuurlijk. Maar Lenny laat hem goed lopen en Joost kopt hem fenomenaal goed binnen. Dus ik ben wel heel tevreden dat hij een assist is geworden. Dat was niet de bedoeling zoals vorige keer. Niet de bedoeling, ja, ik wil hem wel voorzetten op Lenny. Lenny kan hem eventueel ook controleren of afleggen of zelf besluiten en zo. Maar ja, goal is goal, hè. Dat maakt eigenlijk op zich voor mij niet zoveel uit. Je moet niet speciaal een assist hebben. Maar gewoon een goal is goed. Dat is goed. Oké, welkom, proficiat met de overwinning. Dank u wel. Uw analyse graag. Well, ik denk dat we vandaag scherp gestart zijn aan de wedstrijd. Hè. Die eerste 10 minuten direct toch al een aantal kansen hebben gecreëerd. Mm-hmm. Nadien heel eventjes wat losgelaten, dan voel je dat Lierse toch even in die match komt. Maar uiteindelijk na minuut 20 toch terug die match in handen genomen. En ik denk dat het de verdiende 2-0 was aan de rust met een mooi aanvallend voetbal. Mm-hmm. Na de rust voel je dan dat Lierse na een donderpreek in de kleedkamer, die we heel goed gehoord hebben tot in onze kleedkamer, dat we misschien iets te veel respect hadden voor hen en iets te veel achteruit gingen leunen. Maar uiteindelijk ja, krijgen ze dan twee mogelijkheden waarop we goed verdedigen en waarop dat we geen doelpunt pakken en dan is het eigenlijk gecontroleerd de wedstrijd uitspelen, maak je nog een derde doelpunt en eindig je met 3 punten en 3-0. Mooie overwinning dus. Ja, ik denk het wel. Ik denk uiteindelijk dat je voelt ook dat er reactie komt vanuit de groep en dat die groep dat goed oppikt. En uiteindelijk 4-6 uit die twee wedstrijden. Ik denk dat we daarop weer verder kunnen bouwen de komende 6 partijen die nog resten. Die er vlug aankomen, donderdag al. Ja, inderdaad. En
Net daarom is dat zo belangrijk, hè, als je die matchen kort op elkaar krijgt, hè, dat je dan in een goede flow zit en dat je dat liever hebt vanuit goede resultaten dan op momenten dat het minder gaat, want dan heb je ook heel weinig tijd om, nog iets te corrigeren in de week. Niet enkel 3-0, maar ook een clean sheet, ook belangrijk, dacht ik. Ja, ik denk zowel voor het doelman, voor de verdedigers, maar ook voor Hans' team, hè, want verdedigement vooraan. Als we daar geen druk op die bal houden, dan komen we meer onder druk achteraan. En, heb je ook veel meer kans om een tegendoelpunt te krijgen. Ik denk dat we dat ook vandaag op een goede manier hebben uitgevoerd. En verdient ook die nul gehouden hebben vandaag. Wat is uw uiteindelijke, nog 6 wedstrijden, wat is uiteindelijk de bedoeling? Wat hoop je? Als sporter en als trainer wil je elke wedstrijd winnen. Ja. En, ik denk dat onze doelstelling moet zijn bij elke wedstrijd die we vanaf nu spelen. Gaan we daarin slagen? Waarschijnlijk niet, maar ik denk dat we... We moeten proberen zoveel mogelijk punten nog te rapen. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor het team. Ja. Ik kijk naar Hans. Ik kijk naar Johan. Ik kijk naar Peter. In hoeverre heeft Wim al zijn stempel op bepaalde dingen? Of? Eigenlijk nog niks. Hè. Zowel naar wedstrijden als naar trainingen toe is het echt volledig de staf die op dit moment... eigenlijk zijn ding doet. Dus nee, op dit moment komt Wim daar nog niet op tussen. Uiteraard is er wel overleg en we bespreken wel een keer wie speelt en wie niet speelt. Maar wij nemen de beslissing. Wim volgt gewoon op, bekijkt het en analyseert en observeert zoals het ook eigenlijk aangekondigd is. En daar wijken we voorlopig niet vanaf. Ik denk ook ja, dat de resultaten daar ook wel een rol in spelen. Hè. Zolang dat die goed blijven, dat we daar toch ook aan zet blijven. Is het de bedoeling eigenlijk dat er dan ook gaan gewisseld worden binnenkort? Dus dat er mensen die bijvoorbeeld eigen contract zijn of mensen die Wim aan het werk willen zien, ook al in het veld komen staan om toch een kans te krijgen om volgend seizoen ook een plaats te bewerken in de Deense selectie? Nou, op dit moment is daar nog niet over gesproken, dus, maar misschien gebeurt dat op een bepaald moment wel, maar op dit moment is dat zeker nog niet aan de orde. Nee. Ja, ook je bent beloftecoach in het belofte, is er dan een kans dat bijvoorbeeld een keer een belofte speelt? Ja, op dit moment is dat heel moeilijk. Hè. Door die coronaperikelen, trainen de beloften op een lager pitje, worden er ook geen oefenwedstrijden gespeeld. Dus eigenlijk moet je rekenen dat je daar met jongens zit die al bijna 4-5 maanden niet meer gevoetbald hebben. Om die jongens dan een kans te geven, het zou mij ook geen eerlijke kans lijken voor hen, denk ik, op dit moment. Dus ook op dit moment absoluut niet aan de orde. Tom van den Bergen en zijn kwetsuur, dat is een scheur van een paar centimeter, dus hij heeft er heel weinig last van, het is iets bizar, maar ik vermoed dat het moeilijk wordt om hem dit jaar nog minuten te pakken. Oké. Okay. En de kwetsuur van... Gert van Wallen zou normaal in de loop van volgende week moeten kunnen aansluiten met de groep. Ja. Als alles goed gaat, in de laatste stap is een revalidatie, dan sluit hij volgende week aan. En wat spelen ze papa worden? Want ze zijn papa worden. Ga je dat of zo in de toekomst? Nee, maar het werkt blijkbaar inspirerend bij Youssef. Dus, maar laten we hopen dat die baby nu maar snel en gezond komt. Zodanig dat we ons daar ook minder moeten om bekommeren en dat we voluit kunnen rekenen op UC-kwaliteiten de komende weken. Morgen is ideaal. Morgen zou ideaal zijn. Een dag later is ook nog goed. Misschien nog een dag of 8 wachten. Dan ook. Hoe dichter naar donderdag toe, hoe minder graag dat we dat hebben, want dat brengt toch weer een beetje spanning teweeg. Oké. Goed. Ja. Vriendelijk bedankt. Ja, bedankt. Ik vond een keer een goed flesje, Tony. Ah, dat was het.